Een van de oudste vissersschepen van Nederland ligt al bijna een week op de bodem van de haven in Den Oever. Het is de Speculant, een Duitse kotter uit 1899. En vandaag is de berging. Het is een ding van ruim 100 jaar oud en plezierjachtje en dat het zo naar beneden gaat, dat is natuurlijk doodzonde. Het hoort boven water te staan, verplaatst onder water. Toch loopt het anders voor de Speculant. Vorige week woensdag gaat het plotseling mis met het bootje. Ik had het in eerste instantie niet in de gaten, maar toen zag ik dat die wiering in 79, dat die ontzettend diep begon te liggen. Dus ik gelijk de eigenaar gebeld. Maar ja, het was al zodanig in ver staat. Dat ik weer gebeld heb naar Henk Dissel om te zeggen dat het niet meer nodig was, dat hij al gezonken was. Dus, hij moet in ieder geval snel weg. Hij moet wel, ja, liefst wel natuurlijk, want het blijft toch verontreinigen met al die olie en vetten natuurlijk. En als je hebt kans als ze s'nachts een schip binnenkomt, dat ze er overheen gevaren. Dus dat moeten we ook niet hebben. Eigenaar Henk Dissel moet flink aan het werk om zijn schip boven water te krijgen. Na een paar uur trekken en sjorren begint de beweging in te komen. Natuurlijk trekt de berging veel bekijks met behoorlijk wat spreekwoordelijke stuurlui aan wal. Oud en jong. Nou, dat alle schepen banden alvast vast hebben voor als ze zinken, dat ze makkelijk omhoog gehesen kunnen worden. Want nou moeten ze alle banden er eerst omheen doen en dat zag er nogal moeilijk uit en zo. De kotter is al 35 jaar in het bezit van de familie en het verlies ervan valt zwaar. Nou ja, het betekende vrij veel natuurlijk, wel 35 jaar. Ja, het is nou gebeurd met hem. Het wordt al triester, hè, nu? Nou, zeg dat wel, ja. Ik schrok er wel van, hoor, dat ik op de haven kwam. Er is verder niks aan te doen. Dus dan moet hij maar naar de schroot. Wat voor herinneringen heeft u aan de boot? Hele mooie herinnering, want we zijn er veel met vakantie mee geweest. Ja, uw vrouw heeft het er moeilijk mee, hè? Ja, dat weet ik. En u? Nou, dat is weer over. Ja. Dat is geweest. Wie heeft er mee gevist? Ook. Op Spiering hebben we mee gevist. En we hebben er met plezier mee gevaren. We hebben er alles mee gedaan. Het is wel varend erfgoed, hè? Dat is het, ja. Maar ja, dat ben wij ook. Dat schip, dat is, ja, 1899. Dus die is 118, hè. Ik denk dat het het oudste ingeschreven visserschip was van Nederland. Nou, toch zwaar afscheid dan. Ja, dat is het ook, maar ja. Waar hij naartoe gaat, dat weet ik nog niet. Hij gaat eerst op de kar van Lout en dan zetten we hem daar neer. En dan denk ik dat de zager in gaat. Geen redder meer aan? Nee, er is geen redder meer aan. Nee. Of er moet nog hier of daar een hobbyist wezen. Dat zei je zo.